ga de bronnen die ik heb verzameld over Artis nu omzetten in een presentatie. En dat doe ik door te klikken naar programma's. Hier kan ik kiezen voor wat ik er mee wil doen. Ik kan een werkstuk maken, presentatie, videomontage, tijdlijn. Ik ga nu naar de presentatiemaker toe. Ik beland meteen op de eerste pagina van de presentatie die ik ga maken. Door naar mijn bestanden te klikken kan ik bij mijn map met de verzamelde bronnen. En ik sleep bijvoorbeeld als eerste een foto in mijn presentatie. Ik kan er ook een video aan toevoegen. Nou, ik kan alles inzetten wat ik heb bewaard. Die foto kan ik bewerken. Kan ik kleiner maken, groter, kleiner. Ik kan erop inzoomen en met de pijltjes toetsen kies ik voor het deel van de foto wat ik in beeld wil hebben. Op die manier bewerk ik video's af te spelen. Ik kan een nieuw tekstblok toevoegen. Kan ik invullen. Dit werkt allemaal op de Word manier. Zo kan ik de tekst aanpassen aan de layout die ik graag wil. Het werkt allemaal in lagen. Als ik een nieuwe pagina toe wil voegen, klik ik hier op de nieuwe pagina. Op deze manier bouw ik mijn presentatie op. Ik sla nu een presentatie op. Ik noem hem Artis. En ik sluit de presentatiemaker. Waar is nu mijn presentatie gebleven? Die is weer teruggegaan naar mijn werkplek. Klik ik daarop, zie ik hier mijn presentatie van Artis, die ik met de pijltoets kan openen, kan bewerken, kan doorsturen. Op die manier kan ik er weer mee verder werken. Hoe kan een presentatie er nou uitkomen te zien als je het helemaal hebt bewerkt op de manier die jij wil? Dat zie je hier aan de presentatie over Anne Frank. Leerlingen van 10 jaar hebben deze gemaakt. Die hebben allerlei soorten bronnen toegevoegd. Ze hebben de achtergrond aangepast. En ze hebben videomateriaal gevonden wat heel bijzonder is uit het archief. Je ziet dat ze er een heel persoonlijk document van hebben gemaakt. Door ook hun eigen foto te uploaden en dat toe te voegen. Zo kan het eruit komen te zien.